Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal van vandaag, maandag 1 november. In deze aflevering van het COVID-19-journaal zullen wij meer tijd besteden aan het vaccineren. Waarom moet men zich laten vaccineren? Hoe werkt het vaccin? Waarvan is het vaccin gemaakt? Dat zijn steeds weer de vragen die terugkomen. Een besmetting met COVID-19 kan erg gevaarlijk zijn. Sommige mensen hebben zelfs intensieve zorg nodig. Ook gezonde, jonge mensen kunnen ernstig ziek worden van het virus en langdurige klachten oplopen zoals longschade. De meeste coronavaccins beschermen je voor bijna 100% tegen ernstige vormen van COVID-19. Wat je wil van een vaccin is dat het je beschermt in eerste instantie tegen ziekte. Ja. En al helemaal tegen ernstige ziekte. En de garantie dat het dat doet, is er pas zeg maar een week nadat je de tweede dosis hebt gehad. We weten dat zo gauw als je het vaccin hebt toegediend, gaan er allerlei immunologische processen in werking, waardoor je afweer tegen het COVID-corona groter wordt. Maar een echte effectieve bescherming, die kan je verwachten pas na een week zeg maar, nadat je het tweede vaccin hebt gehad. Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht, maar als iedereen zich laat vaccineren, kan het coronavirus zich niet meer verspreiden. Een vaccinatie beschermt niet alleen uzelf, maar ook de mensen om u heen. Ik heb een oude moeder slecht over de 50 zo. Ik kan niet tussen mensen gaan de hele dag en dan naar huis gaan en mijn moeder dan ook ziek maken. Nee. Ik ben gevaccineerd om bescherming, om de coronavirus heet het nog. Tegen te gaan, hè? Om die besmetting tegen te gaan. Ik moet mezelf beschermen en natuurlijk de familie ook, ja, mensen om me heen. Om mezelf te beschermen, die kinderen die aan wie ik les geef en ook mijn gezin. Het is heel belangrijk dat je niet ziek wordt. Of althans, al ben je wat te ziek, maar als je gevaccineerd bent, dat je niet in het ziekenhuis belandt. Ik wil vrij bewegen. Ik wil vrij bewegen. Ik wil beschermd vrij bewegen. Dat is belangrijk. Niet dat iedereen me de vraag stelt en vervelend aankijkt van hey, heb jij al gevaccineerd, ben je beschermd of niet. Dus het is voor mijn veiligheid en voor mijn naasten. Het is belangrijk, ik heb onderliggende ziekte, bloeddruk. En ik vind het belangrijk dat mensen zich vaccineren. Ja, dus we moeten elkaar beschermen. Ik heb me laten vaccineren omdat ik in het onderwijs zit, ik ga om met kinderen. Dus ik dacht van laat me toch komen en ik heb ook kinderen thuis. Als ik ziek word, wie let op mijn kinderen? Daarom ben ik gekomen om me te laten vaccineren. Op een gegeven moment heb ik gesproken zo met mijn kinderen en ze zeiden van mama, het is beter dat je dat doet. Ik zeg, ik doe het, maar ik doe het ook dat de doven kunnen zien dat je de vaccinatie moet krijgen. Het is heel goed voor de toekomst om ja, en eigenlijk gezond te blijven. Vaccinatie is de traditionele preventie. Als er gevaccineerd is, dan krijg je sowieso minder gevallen. En dan krijg je minder druk op je gezondheidssysteem. Ik denk dat dit wel gecreëerd is. Wel, het is een gecreëerde virus dan wel een gecreëerde virus. Dat wij moeten geloven dat wij in staat zijn om ook deze hobbel te nemen. Maar we moeten ons wel houden aan de regels. Dat hoort erbij en ik hoop dat die ambitie drijft, maar gewoon voor mezelf. Dat ik weet dat ik nu een stuk veiliger ben. Dat betekent niet dat ik me losbandig ga gedragen hoor. Maar het is een hele geruststelling. Weten dat als ik ziek mocht worden, ik niet zo niet zulke zware symptomen ga vertonen. En dat het allemaal heel makkelijker overgaat. Ja. Omdat bijvoorbeeld, als iemand, zodat ik eigenlijk niet ziek word. Want als je naar de cijfers kijkt, de statistieken, gaan toch wel veel mensen dood. En het virus is er. Maar het gevoel dat ik nu heb, gewoon wetende dat ik een stuk veiliger ben en dat ik anderen veilig hou, dat doet me heel veel goed. Voor mijn eigen best wel en gezondheid natuurlijk. En dat ik dan weet dat ik mezelf heb beschermd tegen die COVID. Om mijn familie te beschermen, om mezelf te beschermen. En ik ben medisch student en als ik binnenkort boodschappen loop, moet ik mijn patiënten ook beschermen toch? Voor de veiligheid, voor mezelf en voor anderen.
Omdat ik gevaccineerd wil worden tegen die COVID. Ik denk dat het veiligst is. En ik denk ook aan mijn medemens. Omdat het noodzakelijk is. Het is een ziekte die dan weg moet gaan van hele, de wereld zelf. Omdat ik dus een vrij wil wijzen en ja, ik wil anderen niet ziek maken. Om mezelf te beschermen en anderen ook. Zodat het zo voor, betreffende het COVID, dat hij beschermd is tegen de COVID-19. Nee, het is een wereldwijde pandemie en je volgt nieuws van de hele wereld, hoe besmettelijk het is. Ik wil ook beschermd zijn voor mezelf en voor mijn medemensen. Ik vind het vaccineren erg belangrijk. Ja. Je laten vaccineren is gratis en doe je vrijwillig. Hoe meer mensen zich laten inenten, hoe beter we kunnen voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. We beschermen zo de meest kwetsbare en verminderen de druk op de zorg. Zo zullen we stapje voor stapje meer vrijheid terugkrijgen. Het moet gebeuren. Het moet gebeuren, want wij moeten allemaal vrij en rond blij lopen. We moeten vrij zijn, vrij met de buren, vrij met allemaal. Dat we met allemaal kunnen praten, weer een feestje vieren. En ook, je kan vrij uitgaan, je hoeft niet meer bang te zijn. Dus dat besluit heb ik genomen om het vandaag direct met vrouwtje lief te doen. If you know wani, dit om si vroeger, deka vaccinatie. If you know wani, dit om si vroeger, deka vaccinatie, teke is meeting. De begrafenisondernemingen en de religieuze leiders die hebben erg veel werk. Overuren worden gemaakt omdat velen heen gaan vanwege COVID. Het is belangrijk dat wij de samenleving beschermen en behouden. Je laten vaccineren is een daad van medemenselijkheid. En daarom heb ik het gedaan. If you know any, dit om si vroku, deka vaccinatie. If you know any, dit om si vroku, deka vaccinatie, teke is biting. Zijn de vaccins wel goed? De gebruikte coronavaccins zijn uitgebreid getest en goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA, maar ook door de WHO. Sommige mensen kunnen wel last hebben van milde bijwerkingen zoals hoofdpijn, spierpijn, pijn op de plek van de prik of een lichte koorts. Deze klachten verdwijnen na een paar dagen. Maar de hoofdzaak is, het vaccin beschermt ons wel tegen elk variant dat ontstaat. Een vaccinatie beschermt ons wel tegen de ernstige gevolgen van al de varianten die we tot nu toe hebben vastgesteld. Het AstraZeneca-vaccin dat hier gebruikt wordt, is prima om ons te beschermen tegen de Delta-variant. We krijgen straks ook het Johnson & Johnson-vaccin en ook die heeft hele goede resultaten. Het Sinopharm-vaccin helpt ook tegen ernstige ziekten en doodgaan ten gevolge van de Delta-variant en eigenlijk alle andere varianten. Dus het belangrijkste wat je kan doen om jezelf te beschermen en ook zo de gemeenschap, is je vaccineren. Wel kan je nog wel steeds besmet raken. Dus als je gevaccineerd bent, kan je nog steeds andere mensen besmetten en jezelf ook. Maar voor jezelf word je dan niet ernstig ziek en als je toevallig aan een niet gevaccineerde persoon besmet, kan het wel een beetje vervelend zijn voor die persoon. Maar die persoon heeft ook de verantwoordelijkheid om zichzelf te laten vaccineren. Maar hoe kan je COVID oplopen? Professor Marjolein van Egmond legt uit hoe dat kan gebeuren, maar ook hoe belangrijk het vaccineren is. Je voelt je fit, je bent nooit ziek, sport vaak, je hebt voor zover je weet een goed afweersysteem. Waarom zou je dan het coronavaccin nemen? Het is belangrijk om te weten dat het coronavirus
ook voor een goed werkend afweersysteem een nieuw virus is. Het lichaam en de afweercellen die ziekteverwekkers bestrijden, kennen dit virus dus nog niet en zijn er daarom ook niet goed op voorbereid. Laten we nog wat meer inzoomen op dat afweersysteem. Dat bestaat uit twee onderdelen: het aangeboren en het aangeleerde afweersysteem. Als een virus voor het eerst het lichaam binnendringt, komt het aangeboren afweersysteem direct in actie. Je kunt de afweercellen van dit systeem zien als een eerste linie van soldaten. Ze vallen het virus direct aan, maar geven ook een signaal aan de tweede linie van soldaten. Dit zijn afweercellen die heel specifiek zijn voor dit virus. Door dit signaal gaan deze specifieke soldaten zich als een gek ontwikkelen en vermenigvuldigen. Daarom noemen we dit het aangeleerde afweersysteem. Het kan wel tot 1 à 2 weken duren voordat dit op volle sterkte is. Als ze het virus verslagen hebben, gaat een deel van je immuunleger dood. Maar, heel belangrijk, een ander deel ontwikkelt zich tot geheugencellen. En deze onthouden hoe het virus eruit ziet. Hierdoor word je niet of veel minder ziek als het virus nog een keer voorbij komt. Zodra het virus opnieuw probeert binnen te dringen, komt je aangeleerde afweersysteem in actie en schakelt het virus snel uit. Een vaccin lokt dezelfde reactie uit als het coronavirus en traint op die manier het afweersysteem om het virus te herkennen. Bij een vaccin krijg je een klein of verzwakt stukje van het virus ingespoten, waardoor je er niet ziek van kunt worden. Maar op deze manier wordt er wel geheugen opgebouwd. Om je te beschermen tegen het virus, hoef je dan niet eerst ziek te worden. Zijn de vaccins wel effectief genoeg? Je hoort waarschijnlijk over 95% of 60% effectiviteit. Maar wat betekent dat nou? Het is helaas niet zo makkelijk dat het betekent dat van de 100 mensen 95 mensen geen corona krijgen en 5 wel. Maar het betekent dat de kans dat je ziek wordt 95% of 60% kleiner is nadat je gevaccineerd bent. Er is dus nog steeds een kans dat je COVID krijgt, maar die kans is wel veel kleiner. Je vraagt je misschien af, heeft het dan wel zin om je te laten vaccineren met een vaccin dat 60% effectiviteit heeft? Ja, dat heeft het zeker. Want bijna iedereen die gevaccineerd is met het AstraZeneca-vaccin ontwikkelt antistoffen. Dit betekent dat je misschien nog wel ziek kan worden, maar dit vaccin traint wel het geheugen van je afweersysteem om snel ter plaatse te zijn. Hiermee voorkomen deze vaccins dus dat je heel erg ziek wordt of zelfs overlijdt. Als we te lang wachten en te veel mensen zich niet laten vaccineren, bestaat er een kans dat er varianten ontstaan waar de huidige vaccinaties uiteindelijk niet meer tegen werken. Dat moeten we dus voor zijn. Voor het stoppen van de pandemie geldt in elk geval: hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter. Net als bij een voetbalwedstrijd of iets dergelijks ontstaan er meestal discussies. Zo ook over het vaccineren. Een keer een discussie is niet erg en heel normaal. Het kan zijn dat familieleden, vrienden, klas of teamgenoten anders denken over vaccineren. Probeer tijdens een discussie wel altijd respect voor de mening van de ander te hebben. Soms lukt dat niet. Een discussie kan dan vervelend worden. Jullie kunnen dan besluiten om hier even niet meer over te praten. Probeer dit naar elkaar uit te spreken. Blijf wel met elkaar praten over andere dingen die jullie juist verbinden. Zeg bijvoorbeeld, ik heb begrip voor jouw keuze, maar ik merk dat we steeds heel fel reageren als we hierover praten. Zullen we het gewoon zo laten en het over iets anders hebben? Zo voorkom je dat dit onderwerp jullie uit elkaar drijft. En met deze tip zijn we voor vandaag aan het eind gekomen van dit journaal. Een fijne dag voor u.